Bobrov staat op de zogenaamde Adelaarskalender. Dat zijn de beste vier afstanden aller tijden. Op de tweede plaats. Dat zijn weliswaar allemaal Medeo-tijden. En goddank dat ook de Russische coaches langzamerhand hebben ingezien dat het wel aardig is om wagonladingen atleten naar Medeo te sturen. Ze daar fantastisch hard te laten rijden en ze dan nooit meer terug te zien op Europese toernooien. Maar Bobov kan op laaglandbanen ook aardig uit de voeten. Als je die Adelaarskalender trouwens ziet, en deze kleine pauze geeft me daar even gelegenheid toe, concluderen wij dat die aangevoerd wordt door Viktor Shasharin, die hier ziek is. Bobrov staat 2, Malkov 3, Borskayov 4. Ene Haydn staat nog altijd 5. Dan Bokchev, Baranov, Ratchev, Korotkov. En op de tiende plaats staat André Hofman, de eerste Nederlander in dat klassement. Is Hilbert van der Duim op een 11e plaats. Dit is die laatste rit die ons brengt bij André Bobrov en Werner Jäger. Jäger niet zo goed in vorm. En niet doorgestoten zoals men dacht dat hij dat zou kunnen doen. Maar toen hij ooit kampioen van Oostenrijk was, was hij voer voor reclamemakers. Want Werner werd Jägermeister. Eens kijken wat hij Bobrov hier kan doen. Ook hij was verleden week in Davos aanwezig, waar de Russische coaches een beetje verstoppertje speelden met al hun mensen. Wie nou wel en wie nou niet mocht rijden. Jäger in 55-1. Je moet harder openen om daar te zitten. Je moet op 54,5 zo ongeveer zitten. Anders laat je nu te veel gaan. Maar misschien dat deze nog een truc speciaal in huis hebben. U ziet inmiddels ook dat het grootste gedeelte van het publiek de warme huiskamer verkiest. Jäger met een rondje van 34,6 en Bobrov met 35,6 komt niet mee. Maar het lijkt me ook niet echt gezellig om een paar uur lang in min 14, min 15 en ik weet niet hoeveel het nu is, naar schaatsen te kijken als daar Italianen en Fransen tegen elkaar rijden waar je niets van weet en dat ook niet echt hartverwarmend schaatsen is. Dan maar terug naar de warme huiskamer en naar de fles. Jäger loopt weg. Via 34,8. Coach Schumacher. Als we hier 2.39.7 zien, dan kunnen we nu al concluderen dat deze heren zich niet in de top van het klassement gaan rijden. Wat nog altijd wel herinnert aan Pieter Muller, en dat is heel goed te zien, bij Werner Jäger zijn de opvallende witte sokken die altijd boven de schaatsen zichtbaar moeten zijn. Pieter Muller was de eerste die dat deed. En dat heeft Jäger overgenomen. 3, 14, 8 via een rondje 35. Even kijken in welke regionen dat ongeveer zit. Het kan nog altijd, maar het is niet meer om te juichen. Magnusson, die kant op.
blijft op enige afstand. Het rondje is 35-1. En de doorkomst bijna 3 minuten en 50 seconden. Daar zaten bijvoorbeeld Veter en Oxholm ook op. Hier is Werner Jäger weer met een rondje van 35-1 die nu consequent blijft rijden en zijn tussentijd op 4:25 gefixeerd. Is inderdaad zoiets van de, wat ik u straks al aangaf, Oxholm niet de leeklasse. We gaan met Jäger naar de 3400 meter. Rus blijft in het spoor, maar moet toch een achterstand toestaan die hij waarschijnlijk niet goed kan maken. 5-0-0-3. Voor de Oostenrijker. Dat is 5 seconden langzamer dan bijvoorbeeld de Mannes de Geer deed. En daar zal heus nog wel wat bij komen in de nog resterende rondjes. Jäger, een man die een paar jaar geleden ineens daar was. Als eerste namens Oostenrijk sinds vele, vele jaren. En toch in zijn spoor de schaatsport wat heeft meegetrokken in zijn land. Hatschi was de vorig jaar de exponent van Eminger, Steinberger, zijn namen die. Kijk, wat moeilijkheden die bocht daar voor Jäger. Hoe langer dat gaat duren, hoe moeilijker het schaatsrijden wordt op die lange afstanden onder deze barre omstandigheden. Zometeen een passage, dan nog 2 volle ronden en dan zit de eerste dag van het Europees kampioenschap ook voor deze heren erop. 6-11-4. En dan is hij een seconde sneller dan het Noorse duo Tveter Oxholm in deze fase van de strijd was. En de snelste man daarvan, u weet dat nog, kwam uit op 7:24, dat was Oxholm. De rust is geklopt als we de bel krijgen zometeen voor de laatste ronde. Heeft de laatste binnenbocht dan nog wel, maar zal er waarschijnlijk nog niet meer bij kunnen komen. 6:47-6 voor Jäger. En dan heeft nog Jäger, nog Bobrov echt gedaan wat misschien toch een beetje van hen verwacht had mogen worden gezien voorgaande jaren. Maar van Bobrov is bijvoorbeeld van dit seizoen nog geen 5000 meter bekend. Hij zal hem ongetwijfeld wel ergens gereden hebben. Jäger gaat er niet winnen, dat is duidelijk. 7:23-77. 12e plaats voorlopig, 7:28-41 voor Bobrov. En de tijd van Jäger is waarschijnlijk goed genoeg voor de Oostenrijker om een plaatsje bij de laatste 16 te krijgen.